Het staat gedrukt en geschreven, het is overal geafficheerd. Er zijn gadgets en ook de vlaggen kondigen het aan. De gemeente Kokzijde bereidt zich voor op het BK Cyclocross of op het weekend van 13 en 14 januari. Onder de noemer Crisscross doorheen Kokzijde zijn de vrije tijdsdiensten van Kokzijde er eigenlijk in geslaagd om een heel mooi nevenprogramma voor te bereiden in functie van het BK Cyclocross in januari. De bedoeling is eigenlijk om Kokzijde volledig in de sfeer van BK Cyclocross te gaan onder te dompelen. Het gaat om evenementen zoals sportevenementen, tentoonstellingen, workshops die gericht zijn zowel naar volwassenen als naar kinderen. Zo werken de kinderen van alle scholen in Kokzijde en Oostuinkerken momenteel heel hard aan hun creatieve zeeffietsen in de Belgische kleuren. Daarin worden ze begeleid door lesgevers van de Westhoek Academie. In totaal hebben 51 klassen verdeeld over alle scholen in Kokzijde en Oostuinkerken tijdens de workshop een fiets gepimpt in de Belgische driekleuren. Ze hebben niet enkel de fiets geschilderd, maar ze hebben ook in hoekjes gewerkt aan een eigen Panini-stickerboek, een button, een wielrennerspel en ze hebben ook hun fiets gepersonaliseerd met naamkaartjes. Deze fietsen die worden tentoongesteld tijdens de wedstrijd op de Niels Albertuin. En voor de klassen die hebben meegewerkt aan het project volgt ook een officieel inhuldigingsmoment in de aanwezigheid van bekende wielergezichten. En nog tot 13 december kunnen kinderen zich ook op het BK voorbereiden tijdens de Cycloquest in de bibliotheek van de gemeente. Het is eigenlijk een ronde met codes dat je moet intikken op de iPad. En dan moet je eigenlijk vragen beantwoorden over cyclocross. Bijvoorbeeld, hoeveel boeken zijn er van de cyclocross? En wie is je lievelings cyclocross? Ja. Wel leuk dat je overal de prentjes moet zoeken. Het lijkt me niet makkelijk, hè? Zo door het zand met de fiets. Wat vind jij daarvan? Zeker niet, want soms kan je er ook niet rijden en dan moet je je fiets opheffen. Dus je moet ook genoeg kracht hebben en goed kunnen lopen in het zand. Heb je een beetje bewondering gekregen voor de veldrijder? Ja, een beetje. Ja, eigenlijk wel. En grote bewondering ook voor de liefhebbers die zelf eens het parcours rijden. Sportievelingen vanaf 14 jaar kunnen dat doen op 18 november. Het kost €4. Hiervoor moet je wel inschrijven en dat doe je via de website. Ik heb als tip gehoord van echte veldrijders om een spoor te volgen in het zand door het modder. En inderdaad, ik heb het juist gedaan. Als je een spoor hoort, ga je er veel makkelijker doorheen door het zand dan als je geen spoor hoort. Meer tips krijgen jongeren van 10 tot 14 jaar op 18 november te horen tijdens de cyclo-initiatie op het terrein. Dat is gratis, maar je moet wel via de website inschrijven. En hoe zit het nu op 13 en 14 januari zelf? Laat ons beginnen bij het parcours. Al meer dan 20 jaar is Walter Maas de parcoursbouwer van dit sportevent. Je doet dat en je leeft daarin, dat is mijn lang leven. Het is hier zandcross, het moet uit zand zijn. Maar er moet ook een beetje interval zijn, als het toch een keer op adem komen, want het is ook op en af. Het is niet simpel. Dit jaar is er een nieuwe. Ja, mensen hebben een keer geprobeerd met de wereldbeker. Een nieuwe helling, als ze van het vliegplein komen, gaan ze de achterkant van de Niels Albertuin naar boven. En dat is, ja, dat is stoppend. Dit zijn beelden trouwens van het laatste WK Cyclocross in Kokzijde. 13 en 14 januari worden wel iets rustiger. Het wordt wel een echt volksfeest, met op zaterdag de nieuwelingen en de junioren en zondag de dames en de heren elite die het Belgisch kampioenschap rijden hier in Kokzijde. Er zijn tickets beschikbaar voor de zaterdag, zondag of een combi, alle twee dagen samen. En voor de inwoners en K-pashouders is er een speciaal tarief. Meer info over de tickets en het parcours zelf kunt u op onze website terugvinden. Waarom moeten de mensen komen? Ten eerste voor het parcours natuurlijk, dat is... Ja, dat is spektakel in het zand. Dat is, en dan natuurlijk, ja, liefhebbers die komen sowieso. En Kokzijde, ja, het is als de man is voor de sport, de vrouw kan gaan winkelen. Kan een keer naar het strand gaan met de kindjes en zeker komen. Voilà, meer info dus op deze website.